Zij komen met de ideeën, werken ze zelf uit en dergelijke. En wij faciliteren. Kijk, als je denkt dat dat een goed idee is, een goed initiatief, doe het maar. Je hoeft dan niet te komen vragen. Het begon bij de check-in, waar de mensen een ticket kregen die ze zelf konden geven aan een medewerker die voor hen iets speciaals voor hen gedaan wordt. We hebben persoonlijk al die golden tickets aan de gasten uitgedeeld, in ons hoofd en de auto, en uitgelegd van zo werkt het. Het team of de persoon die het meest opvalt, mag jij de golden ticket aangeven. De persoon die de wegen en van de Green Service, die de wegen schoon houdt voor ons, die heeft ook eentje gekregen. Mijn vrouw die gewoon gestopt is met de wagen, uitgestapt van jij verdient echt die golden kaart. Dus veel meer waard dan een compliment. Visualiseer een keer die blueprint, hoe dat jij dat ziet naar jullie afdeling toe. Ik vond het fantastisch, want ik had helemaal niet verwacht. Ik zie mijn collega's niet als artiesten en kleurden en tekeningetjes maken. En er zijn heel veel talenten van medewerkers naar boven gekomen dat ik niet wist dat ze die in zich hadden. We are happy family makers, een van onze collega's, heeft dat heel mooi geschilderd op dit schilderij. Dit is het verhaal van de hele zomer. Onze techniekers van de technische dienst waren heel inventief en die hebben gewoon rozen geplooid van papieren servetjes, hebben daar een leuke boodschap bij gelegd en die zijn ze in de huisjes gaan zetten. In het kader van een wauw heeft de gasten een wauwgevoel, hebben we als de gast uitgecheckt is, hebben we per afdeling 10 briefkaartjes op de afdelingen gaan leggen met 10 lollies en gevraagd van schrijven jullie er een persoonlijke boodschap op, kleef die lolly daarop en die gaan we gewoon tussen de auto's als de gast vertrekt, een soort van goodbye, gaan we die tussen de ruitenwissers gaan steken. Ja. Plus zij doen het ook, dus ja. Ze verdienen ook het feit dat wij een beetje van op afstand meekijken, maar dat ze hun gang gaan, want zij steken er heel veel uren en tijd in. Hè? En het is eigenlijk vanuit die spontaniteit en die creativiteit dat er heel mooie ideeën komen, waar wij misschien zelf van achter onze bureau, zal ik maar zeggen, niet opkomen.